Namens Anna Startek voor Apeldoorn, Lisbeth van Nieuwenheusen. De Flying Bikes Gettybo. FCC de Bissing Cross is Sensia Weinberg. Nuland is hier met Eefje van Elst. De derde cross is Simone Mensen. Ja, die zal dus waarschijnlijk helaas niet opstappen. FCC de Losprinters is er met Danielle Dubbing, maar ook Kim Brikman. En voor de IJzer Crossers, favoriet op Mateusbaan, Anne Mokking. Dames, succes. Wie pakt dan die snelle start? Het lijkt toch de dame in het midden te zijn. Met het rode kleurtje van Doetinchem. Het bordje alle tricot. Oké, daar gaat ze. 905. Anne Mokking, kopstart. Zij pakt dus de leiding. En met zich mee krijgt ze Danielle Dubbing aan. Zij dus op positie nummer 2. En kan dan Sensia Weinberg aanzetten op positie nummer 3. Daar lijkt het wel op. Of hier zien we Gettybo. Maar die wordt op haar beurt voorbij gereden door Kim Brinkman. Zij schuift een plekje door. Maar ze is los hoor. De 905. Thuisrijden Anne Mokking. Zij gaat hier een toy ophalen. Achterhoekskampioen, dat kan niet meer mis. Gaan. Inmiddels zien we dan dat Daniel Dubbing nog even gas moet bijgeven. Maar anders komt Sensia Weinberg wel langs. Maar de kampioen is bekend. En dat is natuurlijk Anne Mokking. Gaan we verder met de race.